Yo beste kijkers van de Collegial Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag doen we natuurlijk weer Mindtopia. En we gaan gewoon beginnen hier met een beloning van het ruilspel. Even kijken hoor, wat hebben we hier nog meer? Een heyboekje, een wijntje, mijn speedies. Ik heb gewoon mijn paarse speedies gewoon gekregen, hoe awesome. Oh, die zijn vet. Die gaan we meteen eventjes aantrekken en zijn nogal fancy. Maar dan moet ik eigenlijk nog een keer bijpassende kleding op gaan zoeken. Nou ja, we hebben in ieder geval ook twee boekjes gekregen. Hey Gold Eagle, ik was laatst in een stream en toen vond ik het heel leuk. Misschien kunnen we eens iets samen doen. Groetjes, Tokitio, aka Jente. Nou ja, wie weet. We kunnen het er altijd ook een keer over hebben. En in ieder geval heel erg tof dat je pas geleden ook bij de livestream was. En we hebben hier nog een boekje van Ted Bjorn. Yo Gold Eagle, ik ben Ted Bjorn, maatje van Kassistent van die OG ruilspel. Hier heb je die speedies 0.03. Nou, heel erg bedankt voor die speedies 0.03. Alleen, mijn kleding. Daar zit ik een beetje mee. Hallo. Meneer met zijn wandelstok. Hey, zoiets. Hey. Hoe gaat ie? Ja, goed. Goedies. Waarom heeft hij een wandelstok? Kan hij niet meer zonder wandelstok lopen of zo? Oh, goed om te horen. Oké. Wat? Doei. Oké, dan weet ik ook niet wat hier gebeurde. Oké, we gaan eens heel eventjes koekeloeren. Want ik heb vandaag trouwens ook een nieuwe research pack aanstaan. Alleen, ik merk er heel erg weinig van. Behalve dat bepaalde blokjes wat toffer zijn getextured. Maar lang niet alle blokjes die zijn opnieuw getextured. Zoals jullie waarschijnlijk ook al hebben kunnen zien. Weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan heel eventjes zoals gewoonlijk. Gaan we gewoon weer eventjes naar de Kaap toe. Wie weet hebben we alweer een vordering gemaakt. Het zou zomaar kunnen. You never know it. En daarna gaan we gewoon toch even een bijpassend pakje kopen. Want ja, nee, ik kan geen witte broek dragen op paars-roosachtige schoenen natuurlijk. Zo, wat is hier allemaal aan de hand? Op een of andere manier, het is wel anders getextured. Want kijk maar eens naar die blokjes en zo. Dit gebouw ziet er echt vele malen vetter uit. En kijk je nou van dichtbij, dan zie je dat niet zo goed meer. Maar van afstand zie je het wel enorm goed. Maar bepaalde blokjes zijn echt heel erg awesome getextured. Net als die blaadjes ook, volgens mij. Volgens mij zijn die ook opnieuw getextured. Ik weet het niet 100% zeker hoor. Ik kan me erin vergissen. Want ik weet het gewoon niet helemaal wat er nu allemaal nieuw is in mijn research pack. Ik ben er nog een beetje naar aan het kijken. Hallo? Ja? Verder alles oké? Okay? Was dat het welkomstcomité? Oh, hij had het gewoon tegen mij. Hey. Oh, weet ik toch niet? Ja, ik spawn er en dan staat er een keer iemand zo naar me te zwaaien en te dansen zo. Dus ik kan ook door mijn heupjes hoor. Kijk, ik kan ook heel goed door mijn heupjes. Hoe gaat hecht? Hecht. Hecht is goed. Nee, grapje. Natuurlijk gaat het goed. En met jou. Wat heeft hij voor een kroontje op? Hij ziet er wel episch uit, dat kroontje, dat wel. Ook goed, oké, top. Dan ga ik snel verder. Doei. Even kijken. Oh, het sneeuw is ook getextured. Want als je heel goed kijkt naar het sneeuw, ziet het sneeuw er ook echt heel anders uit. Het ziet er best wel episch uit zelfs. Zie je dat? Wat een verschil tussen wat het eerst was en wat het nu is. En ook al die gebouwen, joh. Ze zien er echt super awesome uit. En ik weet niet waarom. Maar ik heb ook het idee dat de kleuren ietsje anders zijn van de bakstenen. Ik kan me erin vergissen, maar ik heb het idee gewoon een beetje. Is hier iets aan veranderd? Ja, die signs zijn veranderd. Maar dat wist ik. Even kijken. Oh, die tonnen die zien er nu ook heel anders uit. Echt heel raar. Maar wel heel erg nice, hè? Waarom staat mijn brievenbus weer open? Ik had dat ding dichtgemaakt, dacht ik. Nou ja, misschien heb ik hem ook wel opengelaten. Zou ook zomaar kunnen. Ik weet het niet meer. Het heeft wel iets zo'n resource pack. Ik speel namelijk met een 215x215 resource pack. En ik vind het echt wel insane. Alleen, ik moet binnenkort even het Mindtopia Lite resource pack. Are you freaky kidding me?
Nee. Nee. Wat is dit? Nee, je gaat het niet zeggen. Nee, 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 nee. Je gaat toch niet zeggen dat... Hé? Wat? Een stoeltjeslift? Wat is dit in voor... Wacht, ik ga er even omhoog. Huh? Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Dat is best wel creepy. Ik weet niet wat het is. Ik zie wel een stoeltjeslift. Wat is er voor vliegend plateau? Oei. Is dit wel oké? Of zijn het buitenaardse wezens of zo? Ja, maar ik wil daar naartoe. Waarom mag ik daar niet naartoe? Dit is vals spelen. Ik wou er naartoe. Wat is dit? Ik wil op de gondeltjes lopen. Nee, dit mag gewoon niet. Waarom mag ik hier niet naartoe? Nu wil ik hier ook naartoe ook. Ja, ik kan er slechts op gaan parcouren, denk ik. Of red ik dat? Ja, wacht. Bijna. Ja, ik denk dat ik dan een jump boost nodig heb of zo. Want hier zo kom je never nooit op, omdat... dat hebben ze slim gedaan. Is er een andere manier om erop te komen? Ik wil weten wat het is. Die maakt me wel heel nieuwsgierig. Kunnen we ook naar de UFO? Ik ga jump potions halen. Hey, heeft iemand jump potions? Heeft iemand een jump potion? Ik moet eens een jump potion hebben. Met een jump potion, dan kom ik er wel op. Kijk, want ik kom nu al best wel hoog. Met een jump potion komen we er al helemaal op. Oh, ik wil er... Ja, de... Waarom maakt ze mij in Mindtopia nu zo nieuwsgierig? Ik hoop eigenlijk dat morgen dat gondeltje open is. Want het zou wel tof zijn voor mijn video. Als die open is. Ja, ik heb echt een jump potion nodig. Als ik een jump potion heb, dan kan ik er omhoog. Wacht, ik ga kijken of iemand een jump potion heeft. Waarom maakt ze nou die gondel op slot? Dit is niet aardig. Dit is niet tof. Ik denk dat het voor een of ander event is. Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar wat komt die UFO hier doen? Je gaat toch niet zeggen dat ik nu net zo goed bezig ben, hè? In de kaper dat nu een UFO hier alles gaat vernietigen of zo. Het lijkt er wel bijna op als ik het zo zie. Het ziet er hier ook zo donker uit. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Heel veel mensen proberen er op een of andere manier op te kunnen komen, denk ik. Maar ik heb vitamine nodig. Heeft iemand een vitaminewinkel? Is hier iemand met een vitaminewinkel die open is? Als ik vitamines heb, dan kan ik daar naar boven. Want ik wil hoe dan ook gaan kijken wat erin zit. Hallo, buurman? Nee, wacht, dit is niet mijn buurman. Ik ben een beetje te vroeg naar binnen gegaan. Even kijken, waar is mijn buurman? Is deze mijn buurman? Dit is mijn buurman. Ja, nee, stop, stop, stop. Heb jij jump spul? Heb jij jump spul? Moet jump boost. Oh, nice, die heeft hij. Wow! Oh. Ja, hoe lang duurde die? Hoe lang werken die? Ik moet naar die UFO. Hoe lang werken die? Ik moet naar die UFO. Ah, Pro Scout, die gaat er eentje proberen. Oh, gaan we nu naar de UFO kunnen? Ik hoop echt oprecht dat het 12 seconden. En wat kosten? Wat kosten ze? Oh, wacht. Ik moet even hier kijken, dat weet hij dus niet. Vitamine Jump 93. Doe maar 3. Als ik voor mijn video daar op kan komen, hoe tof zou dat zijn? Dan kan ik inbreken. Zo, gold als inbreker. Zijn jullie er van mij gewend? Oh, het kost me wel 300. Maar ik doe dit voor jullie, jongens. Ik doe dit gewoon speciaal voor jullie. Ik wil weten wat dat buitenaards raar dingje komt doen in de kaap. Voor hetzelfde geld gaat de kaap weg. Nee. Dan zijn we net zo ver en dan gaat hij weg. Oh. Zo zou het niet zo zijn. I hope so. Maar wat hebben ze hier nou in één keer met die buitenaardse wezens, joh? Wat moeten we met, met die troep? Kunnen ze niet die beesten hier weglaten of zo? Dit gaat nog spannend worden, joh. Hoi.
Ik heb nu wel weer een verhaaltje voor mijn video. Dat scheelt! Het is niet meer zomaar standaard naar mijn winkeltje komen kijken. We hebben hier buitenaards leven ontdekt. Ja! Ik wou zeggen, ik mis er één. Ja, kijk. Dank u. En nog een fijne dag verder. Tof om te horen. Nou, een dikke shout-out naar Proscout, want die kijkt ook mijn video's. En ik heb, die ziet zichzelf daar ook wel terug. Doei! Oké, nice. Let's go. Terug naar die UFO. Vanaf hier lijkt het ook echt gewoon net alsof er iets aan het knipperen is. Zien jullie dat? Maar wat is dit voor een rading? Wat komt dat ding hier doen? Ik weet wel dat ik hier zometeen op ga springen. En dat gaat heel erg awesome worden. Er zijn echt mensen die... Ja, ga daar maar naartoe inderdaad, agent. Goed zo. Want ik ga iets doen wat niet mag. Oei. Wat is het nou weer wat ik ga doen? Hé, wat gaat hier denk gebeuren? Ik denk dat het voor een of ander event is of zo. Dat is wat ik denk. Ik heb mijn jump potions heb ik bij. Iemand heeft hier een elytra bij. Ik heb geen elytra, dus ik moet dadelijk ook weer veilig op de grond komen te staan. Maar als we dus door middel van een jump potion... Ik weet niet hoe hoog we dan kunnen springen. Of zullen je barriers staan? Dat kan natuurlijk ook. Als je barriers staan, dan is het... Nee. Nou. Nee, hier staan barriers. Nee. Oh nee, dit is vervloekt. Er staan barriers. Zo, die jump potion. Huh? Vitaminewater jump. Dat ding, dat werkt helemaal niet, dus joh. Hier. Getrainde benen. Oh ja, maar die... Oh nee. Ja, voor mij heeft dat geen nut meer, een jump potion. Ik dacht van, dan kan ik echt meters hoger springen, maar nee. Mijn poging tot in de UFO komen is mislukt. Wat doet dit ding hier? Moet er een manier zijn om daar op te komen? Oh, als ik een elytra had, dan kon je van dat gebouw daar naartoe vliegen. Oei, maar ik heb geen elytra. Tenminste niet bij de hand. Oh nee, zonde. Of vanuit dat gebouw en dan een beetje omhoog of omlaag. En dan daar proeven in één keer omhoog. Dan was je er zo op geweest. Wacht heel even, wat doet dit ding hier? Hier staat ook iets, maar wat is dit? Hier staat een vrachtwagen. Staat hier iets op? Speciaal verkeer of zo? Nee, geen speciaal verkeer. Interessant. Ja, ik weet het echt totaal niet wat hier gaat gebeuren. Er gebeuren rare dingen hier in Wintopia, dat weet ik wel. En die UFO. Wat gaat die UFO betekenen? Ja, het is echt een raadsel. Als dat ding hier gaat... Ja, is dat ding hier aan het landen? Ik heb het idee dat hier iets aan het... Ik weet het echt niet. Wat zou dit betekenen? Of het is een of andere event of zo, want je hebt wel gondeltjes die daar naar die UFO gaan. Dat is natuurlijk best wel raar. Maar waarom een UFO? Moet je kijken, joh. Ik weet echt niet wat die UFO hier gaat doen. Nou ja, we komen er vanzelf achter. Ik hoop in ieder geval niet dat alles hier eraan gaat. En ik wou eigenlijk in deze video kleren gaan kopen, maar dat gaat hem dus niet meer worden. Dat gaan we wel de volgende video doen. Want ik moet natuurlijk wel even iets hebben wat op mijn paarse schoenen past. Want anders staat dat ook niet zo chillen. Dus daarom dat we eventjes moeten kijken. De volgende keer eventjes gaan shoppen. We moeten gewoon kijken op het moment dat ik dan online ben. Gewoon wie er nog meer online is. En dan gaan we gewoon shoppen. Let's go! Maar een UFO. Ik ben eigenlijk nog steeds aan het denken. Een UFO in Mindtopia. Wat kan dat allemaal betekenen? Het kan namelijk zoveel betekenen. Hè? En als het gaat betekenen dat de Kaap weg zou gaan. Dan ga ik al enorm balen. Want op dit moment vind ik de Kaap een van de chillere gemeentes. Ondanks okay, dat het misschien ietsie langer duurt met het bouwbedrijf. Maar verder werkt de gemeente wel echt super awesome. Want ze zijn heel meedenkend. En ze zijn echt voor een oplossing en dat soort dingetjes. Maar ja... Een UFO. Nou, wat gaat de gemeente daarmee doen? Ik kan hem als ik de gemeente was gewoon naar onder gehaald. Zo, hè? Boom. Doei, UFO. Bekijk het maar. Zoiets. Of, wat ik vind het ook graag dat er niks is afgezet of zo, joh. Of het moet een vriendelijke UFO zijn. Of ik heb ergens iets gemist. Oh, ik ga een beetje te hoog. Lekker slim gold. Maar ja, wat het precies is, ik durf het gewoon echt totaal niet te zeggen. Ik wil jullie in ieder geval wel heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten. En check ik jullie weer natuurlijk weer snel terug bij een gloednieuwe video. Weer hier op dit kanaal.